Het is wel een hele tijd geleden dat ik nog eens gevlogd heb. Maar bij deze is het me. Het is zondag. Ik heb net een redelijk goede trainingsweek achter de rug. En ik ben dood. Net zoals onze katten. Hoe komt dat ik dood ben? Ik heb al een tijdje last van mijn Achillespees. Er begint eindelijk een beetje licht aan het eind van de tunnel te komen. En ik heb deze week nog eens, jawel, 60 kilometer gelopen. Ik heb er bewijs van. Wacht dan. Zoek me in. 60 kilometer. En dan nog twee keer krachten. Fietsen en elektrico. En... ja. Het is de Kel van de Extra Mile, die we net leren kennen. Coachbox. Als je een recreatieve sporter bent en je wilt zo wat je trainingen bijhouden, misschien geen slecht idee. Of als je een professionele sporter bent, ook geen slecht idee. Eigenlijk is gewoon te koeren geen slecht idee. Het is wel een leuk programma. Er zijn nog wat verbeterpunten aan, maar oké. Altijd gewoon nieuwe dingen te leren kennen. Verder, wat is er allemaal gebeurd de laatste weken? Ik heb twee wedstrijden gelopen en die waren niet goed. Echt niet. De beste van de twee ben ik tot 3:43 gekomen voor een seasons opener. Oké, maar daarna ging het eigenlijk alleen maar bergafwaarts. Dus ik heb besloten om de komende weken, enfin gewoon vanaf nu, een aantal dingen te veranderen. Daar ongetwijfeld later nog meer over. Maar eerst. Voilà, ik heb net opgewarmd met de zomers. Kilometer of 6 aan de piste hier in Leuven. Ik ga eerst de oefening doen en dan ga ik wat sneller ten op de piste. Post activation potentiation. Moet maar eens opzoeken. Dat gaan we doen. De bedoeling is eigenlijk dat je spieren een soort van Pavlov effect gaat doen creëren. Je doet die oefeningen waardoor dat je die prikkel op de piste terug kunt oproepen in de spieren. Is testen. Dat is deel 2. Dus tot nu 6 kilometer losgelopen. Die 4 activerende oefeningen. En nu de omzetting maken naar specifiek werk. Ik moet nog wat opletten met sprongen te doen die belastend zijn voor een Achillespees. Ik heb nog altijd wel last van mijn Achillespees-aanhechting. Maar blijkbaar mag ik niet verwachten dat deze seizoen nog volledig weggaat. Ik kan pijnvrij lopen. Ik kan ook elke dag teruglopen. Geleidelijk aan opbouwen. Oeh, wat ga ik doen? Spikes aan. Een paar versnellingen. Een stuk of 3. Een klein beetje zuur van deze oefeningen eruit schudden. En dan 4 keer in 200. 8 minuten tussen rust. Wat eigenlijk vrij maximale rust zou moeten zijn. Ik hoop dat te doen aan 24. Nee, is niet waar. 25 max tot liefst 26 ten traagste. The man, the legend. 16 kilometer afmaken. Altijd wachten op zomers. Ik ga 3 versnellingen mee doen en dan ben ik weg voor mijn 200. Cindy en ik dachten nog even los te gaan fietsen, want mijn benen waren echt dood aan het gaan. Ik had het gevoel dat er een truck over mijn benen was gereden naar de training van straks. Nu zijn we weer op een pad terechtgekomen om stormschade. En dan moet het masker door de bomen kruipen voor mij. Sorry! Oei, gaat het? Ik ga even zien, seconde. Ja, ik ben daar! Allee, wat doe je nu? Garm, schopke. Allee, kom hier. Oei, nee, wacht. Je stuur staat allemaal gedraaid. Ja. Oh. Hey, wacht, we gaan naar rechts. Waar gaat het? Anders pakte jij deze fiets en ik uw fiets. Dat is misschien een gedachte, ja. Oei. Voilà. Stuur staat recht. Oh my. Oké. Okay. Kom, hey, ik zal die wel pakken. Ja. Pak jij de lichten. Ai. Oh, amai, dat is dag en nacht. Ja, dat is dat en ik met een lompe fiets. Sorry. Gentlemen. My ass. En tot slot komt er ongetwijfeld nog eens een vlog. Met wat voor schoenen dat ik loop? Sommigen die een merkzaam oog hebben, zullen al opgemerkt hebben dat ik niet langer gesponsord word door Nike. We gaan de nieuwe zoeken. Dat komt allemaal in orde. Maar dat betekent dus wel dat ik voor het eerst in mijn leven, dat klinkt rotverwend wat ik nu ga zeggen, maar zelf mijn loopschoenen heb moeten gaan kopen. Dus voilà, ik ga eens uitleggen wat ik allemaal kies voor loopschoenen, waarom ik die kies, waarom ik voor spikes kies, want ik loop niet op een 1500 meter spike. Mocht je vragen hebben in verband met mijn schoenen, laat ze nu weten en ik antwoord erop in de volgende of de vlog daarna. Oké? Goed.